Manon de Bart, we zijn hier vandaag in Woluwe. Jullie kwamen hier een oefenmatch spelen tegen Woluwe. 0-0 op het einde, een mooi resultaat. En jullie hadden misschien zelfs kunnen winnen, hè, denk ik. Ja, ik denk dat we goed blok hebben gehouden. Dat was ook de bedoeling. Dus niet te veel weggeven. Dus we hebben dat blok goed gehouden en proberen op de counter te spelen. En we hebben een rappe spits, een nieuwe spits, Lisa. Mm-hmm. Dus ja, dat ging wel goed. Dus ja, misschien als we de volgende keer geluk hebben, kunnen we misschien wel winnen, inderdaad. Ja, het is wel nog voorbereiding. Jullie hebben al gespeeld tegen Merkem, dat nu Merkem-Dixmuiden mm-hmm. Westhoek is geworden. Jullie spelen volgende week al voor de beker, hè? Hoe zie je dat? Ik heb nu net gehoord dat het tegen Alken is, dus ik ken de ploeg niet. Maar ik denk dat dat voor ons ook meer een voorbereidingswedstrijd is dan dat we echt het doel hebben om verder te komen in de beker. Mm-hmm. Dus we zullen zien wat dat wordt. We hebben een redelijk brede kern, dus we kunnen veel wisselen voorlopig. Ja. En dan de week nadien begint al de competitie, 26 augustus. Jullie starten met een uitwedstrijd, mm-hmm. niet gemakkelijk, op Sinaï meteen. Nee, inderdaad, dat is een klein veld. Altijd moeilijk daar, want ze spelen ook goed in blok. Ja. We gaan het moeilijk hebben, maar ja, we gaan het moeten proberen. Veel geduld hebben. Dus. En wat is de doelstelling voor dit seizoen bij ZWVZ? Ik denk dat wij moeten mikken op top 5. We hebben twee speelsters die nu op wereldreis zijn. Dus die missen we een half seizoen. Dus ja, we moeten het iets minder stellen dan vorig jaar. Wel, ja. Ja, maar jullie gaan er wel voor, hè, voor die top 5. Ja, dat wel. Ja. Oké, ik dank je. Veel succes. Dank je wel.